Hallo, ik ben Lieve Maarschalk en vandaag gaan we het hebben over de shinsplints. Namelijk de scheenbeenvliesontstekingen. Dat is namelijk pijn krijgen, droogte aan de binnenkant van het scheenbeen, net boven de enkel. Wanneer manifesteert die pijn zich? Namelijk in het begin tijdens sporten en in erge gevallen tot zelfs na het sporten. Bij welke sporten komen ze het meeste voor? Onder andere bij lopen en ook bij sprongsporten. Volleybal, basketbal, atletiek soms eigenlijk wel. Dat zijn de meest voorkomende sporten. Wat zijn de oorzaken? De eerste oorzaak is slecht schoeisel. Ten tweede oorzaak is de overpronatie van de voet. Dat wil zeggen dat de voet te veel naar binnen valt. Ten derde afwijking ter hoogte van de statiek. Onder andere beenlengteverschillen. Ten vierde, en niet te onderschatten, is te vlug, te veel intensief sporten. En ten vijfde, niet te verwaarlozen, in bepaalde gevallen, sporten met overgewicht. Hoe pakken we dit probleem nu aan? Ten eerste door de trainingsintensiteit volledig aan te passen. Ten tweede, eventueel het aanraden van zooltjes om de voetzool even te ondersteunen. Maar vooral te werken op een hele dynamische manier, door een specifieke doorgedreven oefentherapie van de onderbeenspieren en ook van de voetspieren. Met nadruk, in dit geval, onze visie eigenlijk wel, op de afrol van de grote teen. En het moeilijkste part is opnieuw integratie naar sporten toe. Heel geleidelijk aan, waar dat pijn een heel belangrijke rol zal spelen voor de belasting die je op dat moment moet gaan doen. Nu zal Thijs 5 oefeningen tonen, welke we toepassen in de praktijk. Belangrijk is dat oefeningen moeten gevarieerd worden en dat alle de trainerparameters aan bod komen. Dit is een isometrische vorm, maar op een hele dynamische manier. Hij beweegt vooruit en stapt op zijn tippen en belangrijk op één lijn. Dit is een voetactivatieoefening. Beneden, boven, telkens malen vanuit de grote teen grondwaarts duwen. En belangrijk is dat de schouder, de heup, de knie en de voet in één lijn beweegt. Nu gaan we de onderbeenspieren activeren. Twee benen. Goed komen op je voorvoet met de nadruk op de grote teen. En mooi je gewicht naar voren brengen. En naar boven. Deze oefening komt vanuit de heup uit. Heupmobiliteit top. Komt op zijn één been. Plooit de knie telkens malen goed naar voren. Hielen blijven op de grond. En gelijkertijd, telkens malen, geeft hij stretch voor de voorste keten en achterste keten. Een dynamische stretch van de hele achterste keten, van het onderbeen en bovenbeen. Voetpunten staan op een licht verhoog, handen blijven op de grond en men probeert de knieën maximaal te strekken. Langzaamaan gaat je de grenzen verleggen tot maximale strekking. Dit waren onze oefeningen. Als je deze video's interessant vond, abonneer je hier en bekijk onze andere video's.